Welkom, goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Welkom bij deze sessie, de introductieles permacultuur en de natuurrijke tuin. Hier regent het, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar het lijkt me ideaal weer om binnen te zitten en samen te kijken naar permacultuur en de mogelijkheden voor de tuin. Want de lente gaat natuurlijk wel beginnen, ook al voelt het misschien nog niet helemaal zo. Ja, het programma voor vandaag. Ik wil jullie heel graag wat vertellen over permacultuur. Het is natuurlijk een introductieles, dus ik kan een hele hoop vertellen, maar natuurlijk ook weer niet alles. En deze introductieles is eigenlijk een opstap naar het online programma dat ik heb gemaakt. Dat heet ZAAI. En daarin kun je nog veel meer leren over permacultuur. Dus vandaag de basis en ook wat handvatten om meteen wat dingen te gaan doen in je eigen tuin, waarbij ik eigenlijk wil inzoomen op de droogte, klimaatverandering en ook de insecten. Dus hoe kunnen we onze tuin nu natuurrijker maken, zodat we en de droogte kunnen tegengaan, in ieder geval met slimme oplossingen daar wat mee kunnen doen, en ook de insecten op weg kunnen helpen om hun weg te vinden naar jouw tuin. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Valerie. Ik ben docent bij de Levenstuin. En dat doe ik nu een aantal jaar. Voor mij is het ontzettend mooi om mijn ervaringen te delen met jullie, met andere mensen. Met het idee dat we allemaal onze aarde een stukje mooier kunnen maken. Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik dit doe. Waarom ik begonnen ben met de Levenstuin. En ik neem jullie heel graag mee in dat verhaal. Daarnaast ben ik tuinder. Ik ben permacultuinder, cultuurtuinder van een tuinderij in de Achterhoek. Dat is een zelfoogsttuin, tuinderij De Veldhof. En daar verzorg ik ook veel praktijklesdagen voor de Levenstuin. Dat ben ik niet van de een op de andere dag geworden. Ik heb lange tijd een kantoorbaan zat in de fondsenwerving en vond daar toch niet helemaal de voldoening die ik zocht. Voor mijn eigen plezier ben ik een training permacultuur gaan doen. En dat heeft me zo geraakt, zo gegrepen, dat ik er eigenlijk nooit meer mee gestopt ben. Uiteindelijk dus een tuinderij begonnen, zelf oogsttuin. En daarnaast ontwerp ik eetbare tuinen voor mensen die het fijn vinden om meer uit hun eigen tuin te halen. Dat kan een moestuin zijn. Dat kan ook een vaste eetbare plantentuin zijn. En in de lessen ligt daar ook de focus op de eenjarige, maar ook de vaste meerjarige planten. En wat je in je eigen tuin daarmee kunt bereiken. Ik wil tijdens deze les heel graag wat achtergrondinformatie met jullie delen over permacultuur, wat het is. Maar met name ook wat je er nu al mee zou kunnen doen. Dus ik ga straks ook wat voorbeelden geven, wat makkelijke planten met jullie bespreken. Mocht je denken, nou, ik ben enthousiast, ik wil meteen aan de slag. Dat je ook weet, nou, dit zou een leuke optie kunnen zijn om nu alvast wat te gaan doen. En ik zal af en toe ook via de sheets die ik heb voorbereid wat met jullie laten, jullie delen. En die deel ik dan op dit scherm, zodat jullie dat ook gewoon kunnen zien. Ik werk nu met 3 schermen, dus als je denkt dat ik even afgeleid ben of even de andere kant op kijk, dan is dat omdat ik probeer om de hele techniek goed in elkaar te draaien. Zodat ik dat ook goed met jullie kan delen. Om te beginnen wilde ik graag even laten zien wat ik op de tuinderij doe of hoe de tuinderij eruit ziet. En dat is misschien leuk om al een beetje een idee te krijgen van, even kijken hoor, doe ik dat? Ja, delen. Als het goed is, zien jullie nu dit plaatje. Nou, dit is De Veldhof, de tuinderij waar ik met heel veel plezier werk. Ben ik vele dagen in de week te vinden. En dit was een weiland midden in het bos. En daar stond geen enkele boom op, geen enkele struik. En in ruim 7 jaar tijd hebben we dit omgezet naar echt een heel mooi paradijsje. Waarbij veel aandacht is voor het bodemleven, voor gezond voedsel. Maar ook voor de lange termijn. Dus we werken niet alleen maar met groenten, met eenjarigen. Maar ook juist met voedselbosranden en meer richting voedselbos. Kan ik je op dit plaatje beter laten zien, van boven. Moet hij het wel doen? Ja. Hier zie je aan de linkerkant, zie je heel veel streepjes. Dat zijn alle gewassen, alle groenten.
en een tunnelkas. Dat is voor de zelfoogstuin, dat mensen dus daar hun groenten uit kunnen halen en hun kruiden. En ja, je kan het zien als een hele grote moestuin. Het hele perceel is een kleine 2 hectare. Net naast de tunnelkast zie je een houtwal, die hebben we ook zelf ingeplant. En aan de rechterkant is nog niet helemaal zichtbaar, maar daar zijn we bezig met het neerzetten van een voedselbos. Omdat we ook voor de lange termijn meer willen doen en ja, naar een gezonde bodem toewerken, waarbij je dus niet de bodem uitput en ook zo natuurlijk mogelijk werkt. Dat is het mooie aan deze tuinderij en dat we ook vele facetten kunnen laten zien van het werken in een tuin op een natuurlijke manier, die ook voor de kleine tuin geschikt is. Dat is het leuke aan permacultuur, dat je hoeft niet altijd een hele grote tuin te hebben. Je kan ook op een balkon, of een kleine achtertuin, kun je gewoon aan de slag. En dat is eigenlijk ook wat ik hoop mee te geven, dat er zoveel mogelijkheden zijn. En dat, ik denk als we nu zo om ons heen kijken naar hoe het ervoor staat met onze aarde, dat het soms toch best een beetje verdrietig is. Er zijn natuurlijk zoveel berichten over achteruitgang van insectleven, het verstoren van het bodemleven, het uitputten, het hele stikstofverhaal, los van wat je daar wel of niet van vindt, zijn het wel signalen dat er heel veel gaande is. En dat het mooi zou zijn als we naar een andere manier van landbouw zouden kunnen gaan, waarbij er meer ruimte is voor dieren om ons heen, meer evenwicht en gezond eten, onbespoten. Daarom zijn deze lessen, om jullie handvatten te geven en inspiratie te geven. En met name ook het besef dat wij, gewone burgers, enorm veel kunnen bereiken. Ook op kleine schaal. We zijn ontzettend krachtig. En een hele hoop zit ook wel echt in je intentie en in je mindset. En ook met een klein beetje kun je al zoveel bijdragen. Ik hoop dat ik jullie dat kan meegeven, deze les. Dat we met z'n allen dus echt wel iets neer kunnen zetten. Dat het allemaal niet zo negatief hoeft te zijn, verloren. Voor mijn gevoel is er niets verloren. Voor mijn gevoel zijn er ontzettend veel mogelijkheden waar we allemaal iets mee kunnen doen. Wat is permacultuur? Deze les ligt de focus dus op permacultuur, onder andere. En het is een eerste verkenning. Ik kan je helaas niet alles vertellen over permacultuur, maar wel wat de basis is van permacultuur. Permacultuur is in de jaren 70 in Australië ontwikkeld. De aanleiding daarvoor was het klimaat en ook het gebruik van onze landbouwgrond. Permacultuur staat voor permanente agricultuur en permanente cultuur. Als je om je heen kijkt naar de gemiddelde maisakker of het landschap waar je doorheen rijdt, dan zul je zien dat het vaak gericht is op een korte cyclus. Er gaat nog even iemand binnen, een beetje afgeleid. Ja, op een korte cyclus. Een maisakker, nou, daar wordt geploegd, daar gaat mest in. En er staat een heel seizoen mais op en daarna is het eraf. En dan gaat er misschien daarna rijgras in. En zo kijken we elk jaar weer naar... Wat kunnen we nu voor de korte termijn eruit halen? Maar als je naar een permanente agricultuur kijkt, dan ga je veel meer naar de lange termijn kijken. En dus ook naar wat is voor de korte termijn geschikt om te eten. En het insectleven te stimuleren, een habitat te creëren waarbij je een evenwicht krijgt in de natuur. En wat is voor de lange termijn geschikt? Dus die dingen kunnen ook mooi naast elkaar staan. Ik zal daar straks nog wat meer over vertellen met een plaatje. Als je naar permacultuur kijkt, dan is het een ontwerpsysteem waarbij je zoveel mogelijk de natuur kopieert. Dat gezegd hebbende betekent het ook dat het niet star is. Permacultuur is niet één oplossing voor allerlei verschillende situaties. Ik denk trouwens ook niet dat permacultuur een oplossing is voor alle situaties, maar wel één van de oplossingen. Dat vind ik ook altijd wel belangrijk om te zeggen, dat er natuurlijk heel veel visies en richtingen zijn die allemaal bij kunnen dragen aan een gezonde aarde. Wel is het heel mooi om te zien dat bij permacultuur probeer je
echt die holistische benadering aan te houden. Alles vormt één geheel waarbij de elementen elkaar ondersteunen. Als je dan kijkt naar zoveel mogelijk de natuur kopiëren, dan kom je al snel uit bij een bos. En dan bedoel ik niet het bos dat wij aangeplant hebben. De meeste bossen die wij in onze omgeving zien, die zijn eigenlijk weinig natuurlijk. Daarin zie je vaak één soort boom. Is het een bos dat uit zichzelf zich zo zou ontwikkelen? Ik denk het niet. Toch kunnen we veel leren ook uit die bossen. Maar met name nog meer als we teruggaan naar de oerbossen, wat we daarvan kunnen leren. Ik kom daar straks op terug. Dan kan ik het wat uitgebreider vertellen aan de hand van een plaatje. Ik wilde beginnen met een ander plaatje. Even zoeken hoor. Ja, hier zo. Waar heb ik hem? Soms ben ik mijn muis ook even kwijt, mijn drie schermen. Maar ik heb hem gevonden. In de basis begint het met de ethische principes van de permacultuur. Die lijken eigenlijk best eenvoudig. Maar in de praktijk is het helemaal niet zo eenvoudig. Toch is het elke keer goed om terug te gaan naar die principes. En te kijken, te voelen voor jezelf. Oké, wat kan ik hiermee? En hoe kan ik dat omzetten naar de praktijk? Dus de eerste, zorg voor de aarde. Zodat alle levende wezens kunnen blijven voortbestaan. Ja, ik denk dat we daar op dit moment met z'n allen niet heel erg in slagen om dat goed te doen. Zorg voor de mens, zodat de mens ook toegang heeft tot de voorzieningen die nodig zijn om te overleven. Ook dat is lastig, is een uitdaging. En dan het delen van de overvloed. We weten natuurlijk allemaal dat de aarde limieten heeft. Als je kijkt naar de Earth Overshoot Day. Ja, dat is de dag dat we in een jaar zoveel verbruikt hebben, dat we eigenlijk de rest van het jaar erop leeglopen, dat de aarde dat niet meer met natuurlijke manieren kan herstellen. Dat we te veel grondstoffen hebben gebruikt, verbruikt. Die Earth Overshoot Day, die wordt elk jaar, eerder in het seizoen. Hè? Was dat misschien 20 jaar geleden nog ergens in december of misschien in november. Tegenwoordig ligt hij in juni en soms zelfs in mei. En dat is natuurlijk best wel shocking als je dat realiseert. We zoveel verbruiken dat eigenlijk niet meer hersteld kan worden. De limieten. En dat we het niet alleen met onszelf hebben te delen, maar ook nog met andere levende wezens. Waarbij ik wederkerigheid ook een hele belangrijke vind om te benadrukken. Juist door de ruimte te geven aan al die andere levende wezens, is er ook sprake van wederkerigheid. En wordt het voor ons ook weer makkelijker om de aarde de limieten te delen. En is er echt sprake van overvloed. Nou is het ook wel interessant dat als we zo naar onszelf kijken, dat we onze menselijke natuur is vaak ook wel om vanuit schaarste te denken. We zitten toch redelijk vaak in het gevoel van, ik kom tekort of ik ben bang dat ik tekort ga komen. Waardoor we ook vaak in de controle schieten. Wat natuurlijk heel begrijpelijk is. Maar als je anders naar de natuur gaat kijken en ziet hoe daar wel in gedeeld wordt in de overvloed. En het vertrouwen voelt dat het ook gewoon werkt. Dan merk je ook dat je niet overal controle over hoeft te hebben. Uiteindelijk zijn wij één met de natuur en kunnen we met de natuur meebewegen. Maar dan helpt het natuurlijk wel om te weten hoe die natuur in elkaar zit. Ik ga even door naar het volgende plaatje. Dit is wel een mooie samenvatting van het verschil tussen een monocultuur en een permacultuur. Misschien hoef ik hier niet eens zo heel veel aan uit te leggen. Ik denk dat het wel zichzelf redelijk laat zien. De monocultuur is bijvoorbeeld ook die maisakker die ik net benoemde. In dit geval is het dan een graanakker. Het is eigenlijk wel heel logisch dat we met z'n allen dit zijn gaan doen. Als je kijkt naar efficiëntie en het aanpassen van machinerie op de landbouw, dan snap je waarom we dit zijn gaan doen. We zijn ook
meer gaan verbouwen. Ook tegen lagere prijzen. Maar los daarvan, je snapt dat een boer met een trekker in één keer alles erin wil hebben. Als je kijkt naar het plaatje rechts, dan zie je denk ik ook wel dat daar bij aanvang ook misschien wel weer meer werk in gaat zitten. En dat het de vraag is of je daar op korte termijn ook uit kan oogsten. Maar de monocultuur is niet houdbaar. Dat is eigenlijk het vervelende aan dit systeem. Dat de bodem wordt enorm uitgeput. Het is één gewas, dat maakt het ontzettend kwetsbaar. Betekent dat het ook beschermd moet worden. Dat wordt dan gedaan met gewasbescherming, maar dat is eigenlijk vergif. Het is niet gezond voor ons bodemleven. Het bodemleven gaat eraan kapot. Het is niet gezond voor onze producten en het is dus ook niet gezond voor ons. Het is ook goed om te weten dat een gezond product, of dat nou groente is, of melk, of iets anders, wat uiteindelijk via de bodem tot stand komt, dat kan alleen ontstaan als er goed gezorgd is voor het bodemleven. Je voedt niet de plant, je voedt het bodemleven. En het bodemleven zet de voedingsstoffen om in stoffen die opneembaar zijn voor de planten. En dat is een heel andere benadering dan wanneer je de planten gaat voeden. Ik zet deze even uit. Wat je in het plaatje natuurlijk ook ziet, is, of zag, ik heb hem net weggehaald, dat als je kijkt naar de meer diversiteit, dat er ruimte ontstaat voor heel veel verschillende soorten gewassen. En die verschillende gewassen die ondersteunen niet alleen elkaar, maar die voelen met elkaar ook dat bodemleven, waardoor dat bodemleven zich goed kan ontwikkelen en weer andere planten kan voeden. Dat zullen dan vaak ook pioniersplanten zijn. Daar zal ik straks nog wat meer over vertellen. Met het plaatje van permacultuur zie je natuurlijk ook wel dat we misschien ons netheidssyndroom een beetje mogen loslaten. Dat juist door een beetje verrommeling, door een beetje laten gaan, daar ontstaat de diversiteit. En de diversiteit is nou net wat zorgt voor veerkracht in een gezonde tuin. Dus werk zo min mogelijk of niet met gif. Probeer het bodemleven zo min mogelijk te verstoren. Probeer ook zo min mogelijk te spitten. Dat is ook best lastig. Want soms zijn er gewassen waar je gewoon echt wel vanaf wilt. Ik ook, logisch. En toch zijn er altijd mogelijkheden om dat op een andere manier op te lossen. En kijk er vooral naar dat je je bodem niet uitput. Mocht je heel enthousiast bezig zijn met een moestuin, wat natuurlijk prachtig is, dan is het ook de planten die je eraf haalt, die je oogst, daar zit heel veel energie in. En dat onttrekt ook die energie aan de bodem. Wat helemaal niet erg is, maar het moet wel weer gecompenseerd worden om voor de lange termijn ook een gezonde bodem te hebben. Wat ook heel mooi is bij dit plaatje, je ziet gelaagdheid. En je ziet dat er ook heel veel verschillende dingen naast en door elkaar kunnen groeien. Heel veel randen ontstaan daardoor. En ook in de randen ontstaat juist heel veel dynamiek en diversiteit en ook complexiteit. En dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste elementen om je bodem gezond te maken. Het leuke is dat die monocultuur die je net zag, als je daar nou een paar jaar niks mee zou doen, dan komt het helemaal goed. Want dan gaan de pioniersplanten ermee aan de haal. En wat zijn pioniersplanten? Pioniersplanten zijn eigenlijk de onkruiden die wij als onkruiden bestempelen. En het zijn planten die het bodemleven herstellen. Dus je zult zien, er zal bijvoorbeeld heel veel knopkruid komen. En er zal heel veel melden komen. En er zal heel veel, even de naam kwijt. Kom er zo nog op. Er zullen allemaal planten ontstaan die heel veel zaden aanmaken en die ook heel snel verspreiden, zodat er heel snel nog veel meer planten komen. Het doel daarvan is heel veel biomassa creëren. En door die biomassa kan het bodemleven aan de slag om die grond te verbeteren. Dat zijn dus de wormen, de schimmels en de bacteriën. Het is echt heel mooi, want de natuur pakt het meteen op. Dat zul je ook zien als je in een Phoenixwijk gaat wonen. En je achtertuin is misschien helemaal overhoop gehaald in het bouwproces. En er ligt een laag zand op. Wat komt er op? Heel veel onkruid.
als je dat zijn gang laat gaan, dan zul je zien, daar heb je wel tijd voor nodig, dat er steeds andere kruiden bij zullen komen. Uiteindelijk komen er grassen, komen bramen, komen frambozen. Er komen berkjes, dat zijn pioniersbomen. En die bereiden het weer voor op een bos. Dus als je niet ingrijpt, heb je over een, nou ja, het zal even duren, maar heb je over een tijdje een bos in je achtertuin. Nou vinden wij dat natuurlijk verschrikkelijk, want oh, onkruid, wat moeten we daar nou mee? Maar dat is wel iets waar je mee kan spelen. Dat je toch kan zeggen, oh wacht even, is dit een vervelend onkruid of komt het ook iets brengen? Komt het mijn bodem ook versterken? Mocht het je heel erg tegenstaan, dan kan je natuurlijk ook werken met compost. Daarmee kun je het proces een beetje versnellen, want dan voeg je zelf voedingsstoffen toe aan de bodem. Of je gaat in de weer met groenbemesters. Groenbemester is eigenlijk een gecultiveerde pioniersplant, die wij dan misschien mooier vinden of die sneller resultaat oplevert. En daar heb je ook verschillende soorten die kunnen bijdragen aan het herstel van jouw bodemleven. Ik vertel straks nog iets meer hierover, omdat we dan ook gaan kijken naar het vasthouden van vocht. En daarmee kun je groenbemesters ook heel goed inzetten. Ik ga even het volgende plaatje laten zien. Even scherm delen. Waar heb ik hem? Oh, is hem nog niet gepakt. Ja, deze. Volgende plaatje. Wij mensen zien natuurlijk slechts een deel van wat er allemaal gebeurt in een bodem. Wat er allemaal onder de grond gebeurt, daar hebben we geen weet van, echt geen idee. En dit plaatje laat het zo mooi zien wat er allemaal gebeurt. Bacteriën, schimmels, wormen, van alles en nog wat. En ja, bijvoorbeeld die schimmels, zeker in een bos, de houtige gewassen, die hebben die schimmels echt nodig om goed te kunnen leven. Ze wisselen heel veel informatie met elkaar uit. Ze wisselen voedingsstoffen met elkaar uit. En ja, die schimmels die zijn ontzettend krachtig. Wat gebeurt er nou als er bomen gerooid worden in een bos? En dan wordt er met zware machinerie overheen gereden, over die bodem. Nou, niet alleen wordt het verdicht. Dan krijg je ook weer problemen met vocht. Maar met name worden die schimmelstructuren kapot gereden. En dat is echt ontzettend zonde. Daar gaat zoveel mee verloren en het heeft echt tijd nodig om dat weer te herstellen. En dat is ook een reden om elke keer weer te kijken, oké, als het niet nodig is, kan ik deze bodem met rust laten? Kan ik deze grond niet verstoren? Je krijgt ook de wormen, de pendelaars. Het is zo mooi om te zien, nou ja, wat is een indicatie van een gezonde bodem? Wormen. Ga eens graven in je achtertuin, kijk eens of je wormen tegenkomt. Als je ze niet tegenkomt, voeg organisch materiaal toe. Dat kan blad zijn, dat kunnen takken zijn, kan van alles en nog wat. Leg het neer op de bodem of laat het gewoon liggen. Dat is ook ons netheidssyndroom. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij mij in het dorp staan in het najaar altijd grote, grote ijzeren manden op elke hoek van de straat. En daar vegen we braaf al ons blad naartoe. En dat voeren we af, want dat ligt dan misschien in de weg of zo. Maar het is zo belangrijk om het in je systeem te houden. Permacultuur gaat ook over een kringloop. Hoe kun je je kringloop gesloten houden? Hoe kun je ervoor zorgen dat je niet onnodig voedingsstoffen verloren laat gaan? Al dat blad, dat gaat dan naar de gemeentelijke compostverwerker. En dan mogen we één keer per jaar 1 of 2 zakjes compost gratis weer ophalen. Nou, dat is niet te vergelijken met het origineel. Wat er was en wat zo'n belangrijke functie heeft. Helemaal begrijpelijk als het op sommige plekken in de weg ligt. Kijk of je het dan binnen je eigen tuin toch ergens anders weer kunt reïntegreren. Dus gebruik het blad. Gebruik ook alle snoeisel. De takken die je snoeit. Misschien je struiken die je snoeit. Dat gezegd hebbende, het versnipperen van hout. Dat ziet er altijd mooi uit. Dat kun je heel goed gebruiken in je paadjes. Maar het is wel goed om te weten dat je door dat materiaal te versnipperen, dat je eigenlijk het composteringsproces versnelt. En dat er ook stoffen vrijkomen die je misschien liever niet zou willen vrijmaken. Koolstof komt veel sneller vrij.
in de lucht. Omdat er natuurlijk heel veel snijranden gecreëerd worden. Als je een tak niet in houtsnippers versnippert, maar gewoon op de grond legt, zal die veel langzamer ontbinden. Komt die koolstof ook geleidelijk aan vrij, is niet zo'n probleem. Daarnaast heb je kans dat je met het neerleggen van die houtsnippers, zeker als je ze inwerpt, dat je stikstof uit de bodem onttrekt. Stikstof is een complex verhaal. Ondertussen zouden we misschien denken dat stikstof alleen maar kwaad aanricht, maar dat is niet het geval. Alleen stikstof moet wel gebonden kunnen worden door bepaalde bacteriën in de bodem. En dan kan het vrijgemaakt worden voor de planten die dat nodig hebben. Dus dat is ook iets wat net een iets andere insteek heeft dan je misschien van tevoren zou denken. Ja, wat ik al zei, elke situatie is anders. Bij de permacultuur zijn er ontwerpprincipes, een leidraad waar je naar kunt kijken om bijvoorbeeld een tuin te ontwerpen. Of naar je huidige tuin te kijken of bepaalde dingen uit balans zijn. Daar hebben we vandaag helaas niet de tijd voor om ze allemaal te bespreken. Maar een aantal zal ik er wel uithalen. Om te beginnen met observeren. Voordat je iets met je tuin gaat doen, is het observeren heel belangrijk. En niet alleen voor het bodemleven, voor de planten, maar eigenlijk ook voor jezelf. Hoe beweeg jij je in de tuin? En wat vind jij prettig? Daarnaast kijk naar de balans. Zijn er veel wormen in je tuin, in je bodem? Trek jij insecten aan? Zijn er vlinders? Heb je egels? Is er een disbalans? Heb je bijvoorbeeld heel veel slakken? Kijk dan wat je daarmee kunt doen. En ook daarin zijn er natuurlijke manieren om te kijken hoe je dat op kunt heffen. Als wij slakken in onze tuin hebben, dan gaan we vaak die slakken bestrijden. Maar die slak is een indicator dat er dus iets niet helemaal in balans is. Dat weet je zelf natuurlijk ook dan wel. Maar mooier zou zijn om te kijken of je de natuurlijke vijand van die slak kunt uitnodigen. Door daar de ruimte voor te maken. Ruimte te geven aan die natuur, in dit geval bijvoorbeeld een paddenpoel of een plekje voor egels, dat daarmee meer balans in je tuin komt, waardoor die slakken op een gegeven moment ook minder aanwezig zullen zijn. Daarbij is het wel een uitdaging dat we in Nederland relatief dicht op elkaar leven. En dat jij met al je goede intenties en al je mooie ideeën en de vertaalslag naar jouw tuin weinig invloed hebt op wat jouw buren doen. En dat blijft natuurlijk een uitdaging. Ja, het zou mooi zijn als je je buren ermee kan inspireren wat jij aan het doen bent. Waardoor ze misschien zelf ook denken, oh ja, dat kan anders. Ja. Nou, wat ik nog wilde meegeven hierover. Een van de eerste dingen die je kunt doen is haal je tegels uit je tuin. Niet allemaal, ik wil ook ergens zitten in mijn tuin. Maar kijk of je ruimte kan maken om tegels eruit te halen en planten erin te zetten. Dat alleen al gaat zoveel uitmaken voor insecten en voor ook de hele beleving in je tuin met mooie planten. Ja, nog een ander plaatje. Ik werk altijd heel graag met dit schema. Ik heb hem helaas niet in het Nederlands, maar ik denk dat jullie het wel een beetje kunnen zien wat dit inhoudt. Los van of je nu gaat kijken naar een nieuw tuinontwerp of dat je in je bestaande tuin andere keuzes wilt maken. Dit schema is ontzettend nuttig. Hoe werkt het? Nou, het zijn 5 zones, eigenlijk 6. We beginnen met onszelf. Ik reken mezelf even bij zone 0. Ja, je huis, jezelf. Waar is jouw leefomgeving als je naar het geheel kijkt? Dan daarbuiten, dan kijken we dus in de tuin. Wat zijn de gewassen die je misschien het meest gebruikt en waar je makkelijk bij wilt kunnen? Nou, dat zijn wat mij betreft de kruiden en misschien ook de eenjarige sla. We hebben natuurlijk niet allemaal hectares grond, maar stel dat je het wel hebt, maar ook voor een 300 vierkante meter tuin. Als jij de dingen die je het meest gebruikt altijd achterin moet gaan halen, is dat misschien niet zo aantrekkelijk, tenzij je daar enorm van geniet. Dit schema laat ook zien dat je dus kunt kijken naar hoe je jezelf wilt, bewegen in je tuin en hoe je je energie wilt gebruiken. Des te verder naar buiten je komt in dit schema,
des te minder intensief het wordt. Als je kijkt naar kruiden of naar eenjarige gewassen, die vragen ook meer zorg en meer aandacht dan bijvoorbeeld een fruitboomgaard. Daar hoef je natuurlijk niet alle dagen te zijn. Dus des te verder naar buiten je gaat, des te minder intensief het is in werk. Des te verder je naar buiten gaat, des te meer het ook verwildert. Of meer langer termijn is. Hè? Je kijkt meer naar de vaste of de meerjarige planten. En dicht in jouw cirkel zitten de eenjarige planten. Behalve de kruiden, die zijn vaak ook wel meerjarig. Het idee van dit schema is dat je je gaat realiseren wat daarin de mogelijkheden zijn. Natuurlijk heeft niet iedereen de ruimte voor een voedselbos. En ook niet voor een boomgaard. Maar misschien wel voor 1 of 2 fruitbomen. Dit schema is voor jezelf ook gewoon heel nuttig om te zien waar wil ik mijn tijd aan besteden en hoeveel tijd heb ik eigenlijk. Dus je kan dit op verschillende manieren aanvliegen. Het is een analyse voor jezelf om te kijken wat zijn de mogelijkheden in mijn tuin en wat zijn de wensen in mijn tuin en wat is voor mij behapbaar. Maar wat nou het allerbelangrijkste is, en het maakt echt niet uit hoe groot jouw tuin is of dat je zelfs een balkon hebt, die laatste zone, zone 5. Unmanaged, wilderness zone, foraging, inspiration, meditation. Die zone is ontzettend belangrijk. Dat is de hoek waar je eigenlijk de boel laat verrommelen. En waar je ruimte maakt voor de insecten. Je hoeft het niet per se te laten verrommelen. Je kan er ook een takkenrail maken. Je kan een houtwal maken. Je kan een mooie haag planten voor de insecten. Maar je kan ook zeggen, oh, ik zie daar een bosje met onkruid, met brandnetel. Ik laat het staan, het stoort me niet. Sterker nog, als je er wat langer naar gaat kijken, het zijn hele mooie planten. En als je realiseert dat ze heel belangrijk zijn voor de insecten, dan is het misschien nog interessant om ze te laten staan. In een gezonde tuin, en met gezond bedoel ik waar balans is tussen mens en dierenleven, waar voldoende ruimte is voor alles en iedereen om zich te ontwikkelen, waar wij mensen dus ook bij gebaat zijn, want daardoor krijgen we overvloed en krijgen we balans in onze tuin. In zo'n tuin moet je eigenlijk denken aan minimaal 10% voor die zone 5. Ja. En het betekent ook niet dat je vanuit binnen naar buiten helemaal zo moet werken. Hè. Dit is echt even om een idee te krijgen van hoe dit werkt. Beter nog, integreer je op verschillende stukjes die zone 5. Dus ook dicht bij je huis, ook halverwege, ook helemaal achterin. Meng het door elkaar. Want juist het maken van veel kleine biotopen maakt ook dat er dus diversiteit ontstaat binnen die biotopen. En dat is natuurlijk ook mooi meegenomen. Hè? Dat je in de ene hoek meer aanbiedt voor bepaalde insecten, op de andere hoek meer voor bepaalde vlinders. Diversiteit, dat is eigenlijk het antwoord voor een gezonde tuin. En 10%. Dat zou hartstikke mooi zijn, liefst meer. In mijn geval, je zag op dat plaatje van boven, zag je halverwege die houtwal. Die houtwal die hebben wij dus ingeplant voor de insecten. Daar zitten inmiddels ook ringslangen in. Ik had nog een foto van de eieren van de ringslangen, maar die heb ik toch maar weer uitgegooid. maar ja, het is een zone waar ik in principe niet in kom. In ieder geval niet om te oogsten. Omdat alles wat daar groeit, die overvloed, is echt voor de insecten. En je hoeft daar weinig aan te doen. Ik haal daar misschien af en toe wat bramen uit. Omdat bramen toch wel erg de boel overnemen. Logisch, bramen die woekeren. Omdat ze eigenlijk de grond voorbereiden op meer bos. En dat is een natuurlijk proces. Dat doen frambozen ook. Die staan aan de randen. En als ze hun kans krijgen, hop, dan gaan ze. He, ze gaan omhoog, ze ballen 1 keer neer. En nou, ze zijn geworteld. En zo gaan ze maar door. En voordat je het weet heb je overal bramen en frambozen. Dus ja, probeer dat een beetje te beperken. En verder geniet gewoon van wat daar ontstaat. En laat de controle los. Dus ik hoop dat jullie daar in ieder geval enthousiast van worden. Om eens te analyseren waar je ruimte aan wilt geven. En waar je die zones 5 allemaal kunt integreren. Even kijken, waar ben ik? Ja. Dat gezegd hebbende. Droogte. En klimaatverandering. Ingewikkelde thema's. Afgelopen zomer was echt heel heftig. Ik weet niet hoe jullie het ervaren hebben. Maar ook bij mij op de tuinderij. Ik probeerde zoveel mogelijk het bodemleven te stimuleren. Ik verstoor de bodem niet.
voeg heel veel organische stof toe. Bij mij zijn ook alle onkruiden welkom, in de zin van dat ze meewerken aan het bedekt houden van de bodem. Dat daar waar ze me storen, trek ik ze uit en leg ik ze neer. Nou, dat is dus een van de dingen die heel belangrijk is. We noemen dat mulchen, het bedekt houden van de bodem. Nou, wat ik net zei over het blad. Idealiter laat je het blad waar het valt gewoon liggen, zodat de bodem bedekt raakt. Dan moet je dan eens gaan kijken wat daar aan leven ontstaat in die bodem en hoe zacht dat is. Het werkt als een spons. Nou, die sponsvorming die wil je eigenlijk ook in je tuin hebben, zodat je het vocht wat er dan wel valt ook goed kunt opslaan en dat het niet wegcijpelt. Als jij kale aarde hebt en het regent, een druppel water is voor kale aarde eigenlijk een kraterinslag. Verstoort enorm veel. Niet alleen spatten bepaalde delen omhoog, maar erger nog, daaronder gaat de bodem verdichten. En een verdichte bodem kan eigenlijk geen vocht opnemen. Zul je zien dat het langs de zijkanten er afstroomt en dat het voor een deel ook nog je voedingsstoffen mee zal nemen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste wat je kunt doen. Hou je bodem bedekt. Nou, voeg zoveel mogelijk organisch materiaal toe. Dat kan dus blad zijn, het kan compost zijn, het kan snoeisel zijn. Dus ergens probeer zoveel mogelijk op de plek zelf ook te composteren. En probeer het ook gewoon zoveel mogelijk in te planten. Met vaste beplanting, bij voorkeur, denk ik. En ja, mocht je bij aanvang nog wat gaten over hebben, mocht je een plantenborder hebben waar de planten nog niet helemaal vol ontwikkeld zijn, heb je tijd nodig om uit te groeien tot volwaardige grote planten. Zaai dan ook die groenbemesters ertussen. Of zaai wat eenjarige groenten ertussen die zich ook weer mag uitzaaien. Ik heb straks een overzicht met planten die je zou kunnen gebruiken. Dus daar kom ik straks nog even op terug. In ieder geval probeer zoveel mogelijk je vocht vast te houden. En ja, je zult zien dat je dan ook veel minder water hoeft te geven. Dat het allemaal veel beter wortelt en dat het zo'n droge zomer beter doorstaat. Schaduw creëren helpt natuurlijk ook enorm om ervoor te zorgen dat de boel niet uitdroogt. Ja, klimaatverandering. Ik proef bij mensen soms een beetje een tendens dat het misschien een idee zou zijn om dan over te gaan naar wat meer mediterrane planten die gewend zijn aan de droogte. Dat kan voor een deel, maar ook dat is niet helemaal sluitend, omdat we natuurlijk wel nog te maken hebben met natte en koude winters. En de olijfboomgaarden, ja, dan moet het wel heel rap gaan met de klimaatontwikkeling of verandering, dat we dat kunnen gaan doen. De voorkeur heeft toch om te kijken naar de regio-eigen planten, de inheemse planten. Heeft ook te maken met de insecten die je wilt aantrekken. Ook daarin zie je trouwens wel een verschuiving. De salamanders en de krekels die ik tot 20 jaar geleden alleen in Italië tegenkwam, die zie ik inmiddels ook bij mij op de tuinderij. En die hoor ik ook bij mij op de tuinderij. Dus daar is een verschuiving in, zeker waar. En meebewegen is goed. Maar we zijn nog niet zo ver dat we moeten zeggen, we gaan helemaal over naar mediterrane planten. Dus kijk toch naar de planten uit onze eigen omgeving. Het is ook fijn als je zoveel mogelijk inheemse planten hebt. Dat betekent niet dat je niet wat andere planten erbij kan zetten. Maar de voorkeur heeft wel inheems. En dat heeft dus echt te maken met onze insecten. Groenbemesters. Bij het opbouwen van een bodem, en als we het ook hebben over vocht, je kan natuurlijk een bodem hebben waarbij je te weinig vocht opslaat, maar je kan ook een bodem hebben waarbij je in één keer te veel vocht hebt. Als jij een kleigrond hebt, dan gok ik dat je daar dit weekend nog niet met je nette schoenen doorheen kan lopen, omdat die klei zo ontzettend goed dat vocht vasthoudt en ook heel veel voedingsstoffen. Op een zanderige bodem is het vaak moeilijk om vocht vast te houden. En heb je ook minder voedingsstoffen in de bodem. En dan is het eigenlijk wel belangrijk om te kijken naar die groenbemesters. Die groenbemesters die kunnen dus heel veel organisch materiaal toevoegen. Maar die groenbemesters kunnen ook stikstof binden. En ze kunnen ook insecten trekken.
En dat zijn natuurlijk hele mooie eigenschappen waarmee je echt een boost kunt geven aan je hele systeem in je tuin. Als je nu op kleigrond zit, dan kun je trouwens ook gebruik maken van groenbemesters. Er zijn namelijk ook groenbemesters die hele lange penwortels maken, soms wel meters diep. En die kunnen je dan juist helpen met het afvoeren van het overtollige vocht. Dus ook daarin hebben ze echt wel wat te bieden. En is het een interessante om daar eens naar te kijken. Ik ga jullie wat praktische dingen laten zien die je kunt toepassen om een iets meer biodiverse, natuurrijke tuin te krijgen. Even kijken. Het gazon. Ja, dit is de droom van menig persoon. Je ziet ook die banen hè, met de zitmaaier. Eén keer heen, één keer terug. En dit is natuurlijk heel keurig. Ik snap ook wel dat mensen dit mooi vinden. Ik vind het zelf ook best wel mooi eigenlijk. Want het geeft natuurlijk rust. Dit is heel behapbaar. En het geeft rust. Het is uniform. En ik snap dat mensen dat ook fijn vinden om in te kunnen ontspannen. Is het gezond? Is het, voegt het iets toe in je tuin? Voegt het iets toe voor het insectleven? Nou, eigenlijk niet. Zo'n gazon vraagt heel veel in onderhoud. En vraagt ook heel veel aan vocht en voedingsstoffen. En dit is natuurlijk een monocultuur. En een monocultuur is kwetsbaar. En wat gaan die pioniersplanten dan doen? Die denken, nou, ik ga wel even helpen om dit een beetje biodiverser te maken. En dan gaan wij dat uitsteken, want dat willen we niet, want we willen een strak gazon. Kun je ook een gazon inzaaien wat wel wat natuurlijker is. Wat ook wat te bieden heeft voor de insecten, wat ook een hele andere uitstraling heeft. Dat zijn die twee foto's onderin, waarbij je wel ruimte geeft aan de weidemadelief, aan de boterbloem. En verschillende soorten gras inzaait, daarin ook diversiteit krijgt. Dit is een mengsel wat je zou kunnen inzaaien. Engels rijgras, veldbeengras, roodzweengras en ook microklaver. Microklaver is een stikstofbinder. En dan kun je dus daarmee ook je gazon blijven voeden. Hoef je ook niet meer zo'n voedingsstoffen toe te voegen. Nou, de weidemadelief en de boterbloem. En het mooie zou zijn is als je het ook niet al te vaak maait. Dat die bloemen ook echt de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dat je misschien een deel wat strakker maait en een deel wat meer laat gaan. Zeker in de maand mei, dan heb je de maai-mei niet actie. Heel belangrijk voor alle insecten om dan voldoende voedingsstoffen te kunnen halen. Onder andere uit het gazon. Dus mocht je een gazon willen zaaien, er is natuurlijk niks mis met een gazon. Ik vind het ook heel fijn om ergens te kunnen liggen of met mijn zoon kan voetballen. Maar neem dan een overweging dat je dus ook dit soort planten erin mee kunt nemen, waardoor het een natuurlijk gezond wordt. Een andere mogelijkheid is het maken van een bloemenweide. En een bloemenweide biedt zo ontzettend veel voor de insecten. Als je er langs loopt, is een en al gezoomd, ziet er prachtig uit. Ik word er altijd heel erg blij van. En er zijn diverse mengsels die je kunt kopen bij de Kruidhoek. Dat zijn mengsels die allemaal biologische zaden hebben. Heeft ook echt de voorkeur om biologische zaden te gebruiken, omdat daar niet een pesticide overheen gaat. Prachtige mogelijkheden. Tegelijkertijd, de meeste bloemenmengsels voor bloemenweiden, die groeien op verschraalde grond. En dat is iets wat je maar moeilijk in stand kunt houden. Dus als jij een stuk grond hebt wat nu heel erg schraal is, zanderig, misschien wat verzuurd, dan is het een hele mooie start om te beginnen met een bloemenweide. Maar die bloemenweiden, dat zijn het feit natuurlijk ook pioniersplanten, helpen ook mee aan het bodemherstel. En dan zul je zien dat na een paar jaar die zaden, want het zaait zich uit, niet meer pakken. En dat heeft ermee te maken dat die bodem dus dan verrijkt is geworden. En toe is aan de volgende fase met andere planten. Dat is de successie. En dat is eigenlijk heel mooi dat je daarmee dus helpt om een bodem verder te laten ontwikkelen. Nou, als je dat dus eindeloos zo door laat gaan, dan kom je ook weer uit bij het bos. Maar wat er nu gebeurt is dat mensen dit zo mooi vinden dat ze na 1, 2, 3 jaar de boel actief weer gaan verschralen. Omdat ze weten dat die bloemenweide anders geen stand houdt. En ja,
Dat kan natuurlijk, hè? Maar ergens is het wel onlogisch om die verrijkte grond er dan weer af te halen en weer opnieuw te beginnen. Ik moet ook eerlijk zeggen, wat ik met mijn zelfoogstuin doe, is natuurlijk eigenlijk ook die bodem in een bepaald stadium houden, omdat anders die eenjarigen daar niet meer willen groeien. Eenjarigen die zijn heel erg blij met bacteriedominante grond. Als je de grond verder door laat ontwikkelen, dan gaat het steeds meer richting schimmels. En niet alle eenjarigen vinden dat zo fijn. Dus nu ik een paar jaar verder ben, begin ik zelf ook een beetje te voelen van ja, het is heel leuk. En we willen ook allemaal eten. En ja, groente is ook gewoon nodig. En ik geloof heel erg in mijn product. Het is een eerlijk product, het is een gezond product. Maar ja, ik moet daardoor dus wel die bodem eigenlijk fixeren in een bepaald stadium. En niet de kans geven om zich verder door te ontwikkelen. Nou, dat zijn van die dingen waar je dan op een gegeven moment van denkt, goh, wil ik dat wel? Maar ja, dat zijn gewoon afwegingen. En dat geldt dus ook voor die weiden. Dat ja, zeker doen. Zeker als je een arme grond hebt in je tuin en je bent net aan het opstarten. Ja, prachtig. Je helpt insecten er absoluut mee. Ben je een paar jaar verder, overweeg dan nog eens of dat echt is wat je wilt blijven doen. Of dat je misschien toe bent aan een volgend stadium met andere planten. Dus dat wil ik je meegeven. En hier zie je nog een plaatje van hoe het vroeger ging. Ik weet niet van wanneer het exact is. Ik gok in de jaren 50 dat we het blad verzamelden en gebruikten om compost van te maken, om mee te mulchen. Het zou trouwens niet goed zijn om alle blad systematisch weg te halen, want die bomen hebben het natuurlijk ook voor zichzelf nodig. Maar goed, een beetje, zeker bij volwassen bomen, is niet erg. En ja, aan de rechterkant van de foto zie je dan dat ik dat ook doe om de bessen mee te voeden. Gewoon een mooie manier om die cyclus te activeren. En de schimmels die in dat blad zitten, die uit het boom, uit het bos komen, die worden ook meegenomen richting mijn tuin, richting de bessen. En je ziet dat het wormleven dan enorm geactiveerd wordt. Dus zeker goed om te doen. Ik zie al wat vragen verschijnen in de chat. Gaan we strakjes op inzoomen. Ja, voor deze tweede helft wil ik jullie heel erg graag wat meer vertellen over de insecten. En wat we daarmee kunnen doen om ze te helpen. Dat zijn soms hele simpele suggesties waar iedereen wat mee kan. En heb ik ook wat planten op een rijtje gezet. Dat, nou ja, als je denkt, ik heb nog wel ruimte. Dat misschien een goede suggestie zou zijn om die planten erin te zetten. Ja, waarom hebben we het over insecten? Ja, deze les gaat dus over de natuurrijke tuin. En natuurrijk heeft wat mij betreft alles te maken met insecten. We hebben bestuiving nodig. We hebben, ja, zonder insecten is er niks. En met insecten bedoel ik natuurlijk de bijen. Maar ook de zweefvliegen, de hommels, libellen, waternuffers. En we hebben het natuurlijk ook over vlinders. In de afgelopen 30 jaar is in Nederland een afname geweest van insecten van 75%. Nou, dat is echt wel heel heftig. Ik merkte ook bij mij op de tuinderij, dat was aanvankelijk een weiland zonder een struikboom, dat daar ook weinig leven was. Ik zal jullie straks een plaatje laten zien van wat er nu allemaal bij mij rond fladdert. En het is zo mooi om te zien dat dan weer terugkomt. Dus het is ook niet allemaal weg, maar het mag wel de ruimte krijgen om zich weer verder te ontwikkelen. Van de wilde bijen, we hebben rond de 350 soorten, staat meer dan de helft op de rode lijst. Op de lijst om dus uit te sterven. Ja, heel verdrietig. Van de dagvlinders, 53 soorten, waarvan ook minstens de helft bedreigd wordt. Maar goed, daar kunnen we wat aan doen. Allemaal op onze eigen manier. Wat kunnen we nou doen om daarin te helpen? Nou, eigenlijk wat zij nodig hebben voor de overwintering, maar ook voor voedsel, is onder andere verrommeling. Dat wij minder netjes gaan werken, dat we niet alles weghalen, dat we letterlijk de ruimte geven aan de natuur en dat we de zones 5 gaan integreren, waar we het net over hadden. Het kunnen takkenbossen zijn, het kunnen takkenrillen zijn. Het kan dus ook heel klein, hè? Als je een takkenril maakt van 1 meter lang, 30 centimeter breed. En je legt daar elk jaar je snoeisel in. Nou, moet je eens kijken wat daar aan leven gaat ontstaan. Stapelmuurtjes, bloemenweiden of het natuurlijke gazon.
het mulchje, maar ook een levende haag of gevlochten schermen. Ga ik straks wat mogelijkheden laten zien. En het integreren van de waardtracht en nectarplanten. Aan het eind van de les zal ik jullie ook, een insectenbloeiboog laten zien die je zelf zou kunnen maken. Van planten, vaste planten. En daarnaast water. Iets van een vijver. Je zult zien dat er meteen libelles op afkomen en dat het een groot feest wordt. Dat zijn de dingen die je vrij makkelijk kunt doen. Ik wil jullie graag wat planten laten zien die daarbij kunnen helpen. Hier zo. Delen. Ik heb hier verschillende soorten planten op een rijtje gezet. Van een aantal heb ik ook foto's, zal ik jullie daar laten zien. Van een aantal ook niet. Dan kunnen we verschil maken tussen de pioniersplanten, dus de onkruiden waar we het eerder over hadden, groenmesters, eenjarige groenten en kruiden. En straks gaan we ook door naar de vaste of meerjarige planten die erbij helpen. En de planten die ik hier in het overzicht heb gezet, zijn ook de planten die binnen permacultuur sowieso wel populair zijn, omdat ze meerdere functies vervullen. Ja, dat is fijn. Daar kijken we altijd naar. Kan een plant op verschillende manieren bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit? Bijvoorbeeld de paardenbloem geeft nectar aan de zweefvliegen, maar de paardenbloem heeft ook een hele lange penwortel. En die haalt nutriënten omhoog uit de bodem die op die plek nodig zijn om het bodemleven te verbeteren. Dus ja, als je dat realiseert, dan ga je ook weer anders naar die paardenbloem kijken. En daarnaast kunnen wij hem ook weer gebruiken in ons dieet. Paardenbloemgelei of iets anders. Wat ook weer helpt voor onze gezondheid. Dus hele waardevolle plant die nu natuurlijk net mooi doorkomt. De brandnetel. De brandnetel is zo'n belangrijke plant voor vele soorten vlinders als waardplant. Om zich te kunnen voeden en ook om zich te kunnen voortplanten. Heel belangrijk. De witte dovennetel en de hondstraf. Ik weet niet hoe bij jullie is, maar bij mij komt de hondstraf nu weer helemaal door. Heel enthousiast. En die trekt enorm veel bestuivers aan. Echt zoveel blije insecten die zich daarop storten. Dat zijn die pioniersplanten die opkomen. En waarvan ik hoop dat je er anders naar gaat kijken. Dat je ziet dat ze een functie hebben. En dat ze dus heel belangrijk zijn. Niet alleen voor je bodemleven, maar ook echt voor je insecten en voor je bijen. Nou, dan de kruiden die je zelf kunt neerzetten zijn citroenmelissen, roomse kervel, munt, rozemarijn. Salie heb ik ergens anders staan, geloof ik. Nou, als je ziet wat daar allemaal aan insecten op afkomt, aan hommels, prachtig gezicht. Ook hele mooie bloemen, dus dat is ook fijn. Dille en venkel, dat zijn de, zeg ik het goed, de kruisbloemige. Ik ben niet helemaal zeker. Die trekken heel veel zweefvliegen aan en zijn ook een waardplant voor de koninginnenpagerups. Ik zal jullie daar een foto laten zien. Een prachtige rups die dus heel erg graag op die, ik zeg het verkeerd, schermbloemige. Die op de schermbloemige gaat zitten en daar de voedingsstoffen uithaalt. Ik heb vorig jaar een filmpje gemaakt van een rups die op een venkel zat en die toch elke keer naar boven kroop en dan zo... Zo die plant naar binnen vrat en dan weer een stukje naar beneden. En weer, hele stengel zo naar beneden. Prachtig. Boerenwormkruid en phacelia. Heel belangrijk voor de bijen en de hommels. Phacelia is dus een groenbemester. Maar wat je ook kunt doen, en dat is echt een hele kleine moeite als jij een moestuin hebt, is dat je je eenjarige groenten laat doorschieten. Natuurlijk niet alles, je wilt er ook zelf van kunnen oogsten. En eenmaal doorgeschoten zijn ze voor ons vaak een beetje bitter om te eten nog. Maar ik laat op elke hoek van mijn teeltbedden, waar ik dus groenten verbouw, laat ik altijd planten doorschieten, omdat ik weet hoe belangrijk het is voor de insecten. Zeker in het vroege voorjaar, eind van de winter, er is weinig aanbod. Dus de kolen die doorschieten, heel waardevol. Maar bijvoorbeeld ook een winterpostelijn. Een winterpostelijn is voor ons een heel lekker gewas, wat de hele winter blijft staan. Wat ook de bodem goed bedekt houdt, waar je naderhand ook goed mee kunt mulchen tussen andere planten. Ik heb daar onlangs ook een filmpje over opgenomen. Is op YouTube te zien op mijn kanaal van Leefstuin.
winterpostelijn, hele waardevolle plant. En hij gaat nu zo'n beetje doorschieten. En daar zijn de insecten ook ontzettend blij mee. Dus kijk even anders naar je eenjarige groenten. En denk eraan dat het helpt om er een paar te laten staan. Bernagie, komkommerkruid, Oost-Indische kers en kardoen zijn ook heel waardevol voor onder andere de bijen. Ik zal het foto's laten zien. Dan kunnen jullie ook zien wat de impact ervan is. En ook hoe mooi het is als je die planten neerzet. Even kijken. Dit zijn twee plaatjes van doorgeschoten kolen. Links zie je een doorgeschoten paksoi. En rechts zie je een doorgeschoten paarse boerenkool. En mensen vragen vaak als ze langs de tuinderij fietsen of ik koolzaad heb gezaaid. Want dat heeft natuurlijk dezelfde uitstraling. Of mosterd, maar dat is het dus niet. Het zijn doorgeschoten groenten. Insecten zijn hier heel blij mee. De bloemetjes zijn trouwens ook eetbaar, zijn lekker. Het ziet er leuk uit, vind ik. En het is ook interessant, het is ook een stukje educatie, hè? Hoe groeien planten nou eigenlijk? Want we weten amper hoe een boerenkool groeit. Laat staan hoe die eruit ziet als die doorgeschoten is. Mooie manier om je insecten te helpen. Je zult zien dat je ook wat gasten krijgt die je misschien wat liever niet in je tuin hebt, zoals het koolwitje. Als het koolwitje daar lekker gaat eten en zijn rupsen daar neerlegt, of eitjes waar rupsen uitkomen, dan zul je zien dat er ook wat vraat gaat ontstaan bij de nieuwe lichting koolgewassen. Maar ja, het is delen van de overvloed. En ik merk in de praktijk storten ze zich vaak op één plant en daarna de rest blijft gewoon staan. Kan ik er prima van oogsten, geen last van. Als het echt te veel wordt, kun je er altijd een paar weghalen. Dit plaatje, hier aan de rechterkant, is de koninginpage, rups. Heel herkenbaar en een prachtige rups. Hij zit hier trouwens op een wortel, het loof van de wortel. Maar hij zit dus ook heel erg graag in de venkel. Op de linkerkant zie je een doorgeschoten venkel. En de zaden smaken naar anijs. We kunnen het zelf ook gebruiken in de thee. Het ziet er prachtig uit, mooie gele bloemen. En ook hierin vind ik heel vaak de koninginpage rups terug. En ook dit is een vlinder die in Nederland steeds minder voorkomt. En die we op deze manier een beetje op weg kunnen helpen om zich weer thuis te voelen in onze tuinen. Hier zie je nog meer voorbeelden van doorgeschoten groenten. Aan de linkerkant is een ui. Knoflook zal ongeveer hetzelfde eruit zien. De ene keer is het wit, de andere keer is het roze. Nou, dit zijn prachtige bloemen die dan ontstaan. En die bloemetjes kun je zelf ook lekker eten. Dat is eigenlijk wel heel grappig, omdat je dan een beetje zo'n bite hebt. Kun je er je eten doen. Maar ook voor de insecten is die dus heel, heel waardevol. En aan de rechterkant zie je rucola. Rucola bloemetjes die doorgeschoten zijn. En die ook fijn zijn voor alle insecten. En er ook nog weer leuk uitzien en eetbaar zijn. Het volgende plaatje. Dat is aan de linkerkant is dat de phacelia. Phacelia is echt een hele waardevolle plant. Hij maakt veel biomassa aan. Je ziet daarachter ook het blad. Dus je kunt er ook mee mulchen. Maar met name is het zo'n magneet voor hommels en voor wilde bijen. Dat je daarmee echt heel veel goeds kunt doen in je tuin. Het is een tweejarige. Maar met strenge vorst wil die wel afvriezen. Maar de zaden, hij zaait zich ook weer uit. Dus dan heb je in het jaar daarna heb je weer phacelia. Hele mooie, belangrijke groenmester om in je tuin te integreren. Nou, aan de rechterkant zie je de bonen. Dit zijn mijn bonenrekken. En daar zit een, het is daar eigenlijk een krekel. Zit daarop. En die voelt zich ook thuis. Dus daar ben ik ook blij mee. Dan zie je hier aan de linkerkant zie je het komkommerkruid. Komkommerkruid is echt een magneet ook voor bijen en hommels. En ziet er ook heel mooi uit. Het is een eenjarige, die zaai je dan tussen je andere planten of bij je groenten. Zorgt ook voor bestuiving. En de mooie bloemetjes zijn ook eetbaar. Wordt de plant te groot, dan snij je hem af en leg je hem neer. Heb je weer je mulch tussen je andere planten, hou je bodem bedekt. Hou je vocht goed vast en is er eigenlijk ook
Het zijn geen planten waar je niet meer van afkomt. Het zijn geen woekeraars of planten die de boel overnemen. En dat is het mooie hieraan. Dat het allemaal planten zijn die wel bijdragen aan het hele systeem, maar misschien op een gegeven moment ook niet meer nodig zijn, omdat de andere planten, de vaste planten, het overnemen. En aan de rechterkant de Oost-Indische kers, die ook eetbaar is voor ons, bijna bite heeft en voor insecten ook interessant is. Dus dat zijn wat voorbeelden van planten die je kunt inzetten in je tuin. De eenjarige die je kunt gebruiken om ofwel in je moestuin te versterken of tussen je vaste planten neer te zetten. Hiermee kan je natuurlijk ook een zonde 5 creëren. Dat je dan denkt van ja, dan is dat een hoek met mooie bloemen en dan voegt het ook nog wat toe. Dan is er ook de mogelijkheid om dus meteen met vaste planten dat aan te bieden aan insecten en vlinders. En daar heb ik een overzicht gemaakt per seizoen. Zodat je ook een bloeiboog kunt maken waar ze het hele seizoen van kunnen mee eten, zeg maar. Even kijken, waar is mijn muis? Hier. In de winter en het vroege voorjaar is het echt een uitdaging om voldoende aanbod te hebben. Maar er is zeker heel veel mogelijk. En hier heb ik ook wel weer planten neergezet die ook voor onszelf of voor in de hele tuin echt wel iets toevoegen. Voedingsstoffen uit sneeuwklokjes en krokussen. Ja, dat is heel waardevol. Als je overweegt om bollen in je tuin te zetten, probeer ook echt dan weer te kijken of je ze biologisch kunt vinden. Dat ze niet eerst ondergedompeld zijn in een goedje wat eigenlijk niet zo gunstig is voor de insecten die je er juist mee wilt lokken. Dat is soms het dubbele eraan, dat je denkt dan dat je iets goeds doet. Maar als het geïmpregneerd is of behandeld, dan kan het zijn dat je er eerder de insecten mee schaadt. En dat is natuurlijk heel, heel erg jammer met je goede intenties. Dus let erop dat je ze echt biologisch inkoopt. Het maartsviooltje is voor ons ook eetbaar. En wat ik vorige week zo zag bij mij op de tuinerij, zal ik even een foto van laten zien. Dit is de bloesem van de sleedoorn. Ik heb deze foto 2 keer geleden gemaakt. En is een hele, hele waardevolle plant voor de insecten. En een van de eerste die dus die bloesem aanmaakt. En deze zou je goed kunnen integreren in bijvoorbeeld een haag. Maar kan ook in je hoekje zonder 5. Dus de sleedoorn, hele belangrijke. Als je kijkt naar fruitbomen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan de amandelboom. Die staat nu ook in bloei. Ook als een van de eerste. Er komen heel veel insecten op af. Geeft mooie roze bloemen. Is echt een aanvulling op je tuin. Dus kijk ook daarnaar als je naar fruitbomen kijkt. Of je daarin iets kunt betekenen dat je de rassen koopt die vroeg bloeien. Kan trouwens wel betekenen dat bij het late vorst dat de bloesem bevriest. En dat je misschien zelf wat minder opbrengst hebt. Wat minder oogst. Maar goed, dat is dan ook weer even een afweging wat je daarin wilt. Idealiter heb je natuurlijk een tuin waarin je meerdere fruitbomen kwijt kunt. En dat je dus met allebei die aspecten rekening kunt houden. De cornouillekers. Die is nog vrij onbekend. Maar het leuke daaraan is dat hij maakt prachtige bloesems. Maar hij levert ook echt hele lekkere vruchten op. En er zijn leveranciers die zich helemaal gespecialiseerd hebben, of kwekers, in de grootvruchtige rassen. En een van die kwekers is Eetbaar Goed. Die heeft veel grootvruchtige rassen. En dat betekent dat je een cornouillekers hebt die dus in het vroege voorjaar voeding geeft aan de insecten. Maar daarna ook voor jezelf lekkere vruchten levert. Absoluut een aanrader. Hetzelfde geldt voor de honingbes. De honingbes is een Siberische plant. En die maakt heel vroeg in het voorjaar bloesems die niet bevriezen. Dat is wel echt bijzonder, dat deze plant dus geen last heeft van vorst en dat het ook niet effect heeft op de vruchtzetting. Honingbes wordt uiteindelijk 1,5 tot 2 meter hoog
Er komt niet heel veel fruit van af, maar wel heel lekker fruit. En in de oogstboog voor jezelf, die zal ik straks laten zien, voor een heel seizoen is de honingbes eigenlijk ook voor jezelf de eerste vrucht die je uit je tuin kunt eten. Eerste fruit. Dus die zou ik ook zeker integreren. Als je dan kijkt naar de zomer, dan staan er veel kruiden tussen. Lavendel, thym, salie, rozemarijn, maar ook een paar andere planten. En linden. En linden zorgen niet alleen voor veel voedsel voor insecten en vlinders, maar geeft ook heel veel massa. Komt heel veel blad vanaf, wat ook weer heel erg helpt in het versterken van je bodemleven. Lindes worden wel groot, dus linden past niet in alle tuinen, maar als je veel ruimte hebt, dan is een linde wel een hele mooie aanvulling. Daarnaast is lupine een hele mooie aanvulling. Maakt ook heel veel mooie bloemen en is goede voeding voor de insecten. En smeerwortel. Smeerwortel is echt de permacultuurplant. Echt de plant die je in tuin wilt hebben, want die voldoet aan zoveel dingen waarmee die de hele tuin bereidt. Smeerwortel heeft ook een lange penwortel. Die haalt de nutriënten omhoog. En maakt ze ook vrij voor de bodem. Hij maakt heel veel blad. Dus je kunt hem meerdere keren per seizoen kun je hem afsnijden. Gebruik je het blad om tussen andere planten te mulchen, je bodem te bedekken. Smeerwortel maakt prachtige roze bloemetjes aan. Is een ontzettende goede bijenmagneet. Dus ook voor de bestuiving is het een hele waardevolle plant. Hij ziet er ook nog eens een keer mooi uit. Nu is het wel zo dat smeerwortel kan gaan woekeren. Dat is dan minder geslaagd. Ik probeer echt in mijn tuin geen woekeraars te integreren. Ik snap wel het idee ervan. Ze helpen natuurlijk in no time mee om je bodem te verbeteren. Maar tegelijkertijd, je komt er heel moeilijk van af. Dus ook een aardpeer, die wordt ook gezien als groenbemester. Daarvan zeg ik ook, begin er alsjeblieft niet aan. Want ja, als je niet alle knolletjes uitgraaft, dan kom je er gewoon nooit meer vanaf. Ik ben niet zo'n aardpeerfan, jullie misschien wel, maar zou het niet doen. Hetzelfde geldt dus voor de smeerwortel. Waarom staat het terug op het lijstje? Omdat er ook een ras is dat niet woekert. En dat heet Bocking 14. Ook een Siberisch ras, smeerwortelras. Dus kijk of je, als je die smeerwortel wilt integreren, of je hem ergens kunt krijgen met het ras Bocking 14. Als je hem eenmaal hebt, je kunt hem zelf heel makkelijk vermeerderen door de wortel in kleine stukjes te knippen. Elk stukje van 2 bij 2 centimeter. Stop je in een bakje met aarde. En je zult zien dat er heel veel nieuwe ontstaan. Zonder dat ze dus gaan woekeren. Heel waardevol in je tuin. Voor het najaar. Herfstasters. Klimop. Klimop is echt een hele belangrijke. Niet alleen voor de insecten, maar ook voor de vogels. En klimop kan natuurlijk ook wel schade aanrichten aan je huis of aan je schutting. Het kan natuurlijk best wel sterk zijn. Klimop heeft trouwens ook wel een functie. Misschien is je wel eens opgevallen in een bos. De bomen die bijna doodgaan, daar klimt de klimop in. Want die ruimt die boom op. Die weet dat die boom aan het eind is. En die komt helpen met het neerhalen van de boom. Zodat ook de boom weer in het systeem opgenomen kan worden in de kringloop. En weer die voedingsstoffen toe kan voegen. Maar ja, een klimop in je tuin is echt heel waardevol. Ik zou bijna zeggen dat dat het belangrijkste is voor de winter. Om alle insecten goed de winter door te laten komen. Ook als schuilplaats. Voor het najaar ook de olijfwilg. De olijfwilg is een stikstofbinder. En die laat ook veel massa los. Dus als je een olijfwilg ergens tussen zet. Hij wordt ongeveer 2,5 meter hoog, dan zal die ook de andere planten helpen, ondersteunen in hun ontwikkeling. En zo kun je dus ook meerdere planten bij elkaar zetten die elkaar dus samen helpen om door te ontwikkelen tot een gezond geheel. Dat noemen we een gilde. En daar ga ik in het online programma ook verder op in, wat dan geschikte gildes zijn van planten om bij elkaar te zetten. Maar naast de olijfwilg kun je ook denken aan de brem. De brem is ook een hele goede plant om te integreren. Ik weet alleen even niet uit mijn hoofd wanneer die dan bloeit. Ik denk eigenlijk in de zomer. In de winter, dan wordt het aanbod dus echt wel wat beperkt. En dan kom je weer uit op die klimop. Winterheide, heel mooi, maar niet geschikt voor alle soorten grond. Hazelaar en wilg, ook
hele waardevolle planten die veel te bieden hebben aan insecten. Wilg heeft sowieso hele interessante functies binnen een plantgemeenschap. Wilg is een waterzuiveraar. En de bast van de wilg kan gebruikt worden als natuurlijke penicilline. Dat is trouwens wel iets wat... Ik zeg altijd, doe je eigen onderzoek. En neem nou niet van mij aan dat je dat dus moet gaan gebruiken. Maar kijk of het je aanspreekt en of je daar verder in wil duiken. Maar met name is het interessant als stekpoeder. Als jij iets afschraapt van die bast en je doet het in een emmer met water. En je hebt bijvoorbeeld stekken van een rode bes of iets anders. En je zet daar een paar weken die stekken in. Dan zul je zien dat er al nieuwe worteltjes gaan ontstaan. Die wilg die helpt met zijn bast om die planten te activeren, om wortels te maken. Dus ik ben heel blij met die wilg. Tegelijkertijd onttrekt die ook wel vocht uit het bodemleven. Kan het zijn dat andere planten daar wat hinder van hebben? Dus op die manier kun je kijken of het niet te veel doet, of dat je juist de goede eigenschappen kunt gebruiken voor jouw tuin. Nou, ik wilde jullie ook heel graag laten zien wat er bij mij allemaal zo rondfladdert. Bij aanvang dus bijna niks. En inmiddels prijs ik me echt gelukkig dat er zo ontzettend veel mooie vlinders ronddwarrelen. De dagpauwoog, het oranje tipje, Atalanta. Dus ook het koolwitje. Ook al tast hij dan wat kolen aan. Hij is bij mij welkom. Kleine vuurvlinder, citroenvlinder. En heb ik het koninginnenpaarsje nog niet eens bij staan. Maar die dus ook. Ja. Ja, dus ik hoop dat jullie met deze planten vooruit kunnen om een bloeiboog te maken en te integreren in je tuin, zodat je echt ook meer diversiteit kunt stimuleren. En dat je gaat zien dat er dus veel meer insectleven op gang gaat komen. Mocht je trouwens geïnteresseerd zijn om echt te kijken naar een volwaardig tuinontwerp, voor een eetbare tuin vanuit permacultuurprincipes, daarvoor geef ik ook een training, een driedaagse training. Waarbij ik ook een hele plantendatabase heb ontwikkeld, waarbij je echt een paar honderd planten meekrijgt en kunt zien wat al die functies zijn en hoe ze bijdragen aan het geheel. Maar ja, dat is voor nu een beetje te veel. Het volgende wat ik jullie wil laten zien zijn de hagen. Voor mensen die iets meer ruimte hebben of het kunnen integreren in hun zone 5, zijn er diverse hagen die je kunt planten. En dat zijn de zogenaamde struweel- en bijenhaag. Het verschil tussen een struweelhaag en een bijenhaag is eigenlijk dat een bijenhaag is dus veel meer gericht op de bijen, de insecten. En die loopt vaak wat smaller op. De basis van beide hagen is trouwens wel hetzelfde, met name veel meidoorn. Maar de combinaties zijn net iets anders tussen een struweelhaag of een bijenhaag. Een bijenhaag heeft namelijk wat meer planten die laag uitlopen. En die ook besjes aanmaken. En een struweelhaag is dus eerder voor de vogels. Om te nestelen, om te overwinteren en ook om voeding uit te halen. En daar hebben de insecten natuurlijk ook heel veel aan. Maar dat is grofweg een beetje het verschil. Dus daar zitten planten in. Zoals die sleedoorn die ik net liet zien met die bloesem. Meidoorn. Meidoorn heeft wel stekels. Maar voegt wel heel veel toe ook voor het insectleven. Een vlier, cornoolje, gouden bil, hondsroos. Eglantier, liguster. Liguster is ook groen blijvend. Die gaat redelijk smal omhoog. En bijvoorbeeld ook hop. Maar hop is ook wel een woekeraar. Braam, ook een woekeraar. Zou ik niet snel doen. Kamperfoelie en bosrank. Kijk, als je nou een paar hectares hebt, dan maakt het niet zoveel uit dat die braam en die hop gaan woekeren. Maar in de gemiddelde achtertuin is dat misschien toch niet zo geschikt. En naast het voeden van insecten en vogels is het dus ook een schuilplaats voor andere dieren zoals muizen, marterachtigen, amfibieën, padden. Misschien niet altijd gewenst, maar ter bevordering van het gehele ecosysteem, als je de ruimte hebt, is het eigenlijk wel heel mooi als je dat wel kunt bieden. Dan zie je hier hoe zo'n haag er een beetje uit kan zien. Die hagen, zeker in de achterhoek, het coulissenlandschap, was tot, nou wat zal het zijn, 10, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, misschien nog iets verder terug naar de ruilverkaveling, eigenlijk heel normaal. We hadden overal dit soort hagen staan en een enorme biodiversiteit.
En mede door de ruilverkaveling zijn die hagen opgeofferd en hebben we veel grotere percelen gekregen. En er zijn diverse partijen die nu toch echt proberen om deze hagen weer terug te krijgen in ons landschap. Omdat ze zo ontzettend waardevol zijn. Dus mocht je zelf een grotere tuin hebben en zo'n haag willen planten, er zijn ook vaak acties vanuit de provincie, in ieder geval de provincie Overijssel en de provincie Gelderland, één keer per jaar in het najaar, dat je die planten gratis op kunt halen. Dus dat zou ook nog een suggestie kunnen zijn als je wat grotere aantallen nodig hebt om daar eens naar te kijken. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon de gemiddelde achtertuin. En daar past niet altijd een struweelhaag in. Je zou eens kunnen kijken naar een levende afscheiding. Hierboven zie je een plaatje van wilgetenen. Die gaan ook weer uitlopen. En die vormen dan een levende haag waar ook weer andere planten doorheen kunnen groeien. Onder zie je een wilgenhut. Ziet er ook heel mooi uit. Maar dit zijn ook dingen die dus ook in een kleine achtertuin kunnen. Of als je een hoek hebt waar je een compostbak wilt maken. Of een afscheiding naar een vijver. Denk daar eens over na. Ik heb ze nu zelf in mijn takkenrail aan de buitenranden neergezet. Zodat alles wat ik opvul aan takken daartussen ligt. En dat de wilg zelf wel levend blijft. En het ook gewoon kan blijven faciliteren. Dat het niet op een gegeven moment helemaal uit elkaar valt. Met wilgen kun je echt alles bouwen. Die heeft natuurlijk geïntegreerd stekpoeder. Steek een wilg in de grond en hij loopt gewoon weer uit. Is echt de allermakkelijkste plant om ergens neer te zetten. Nadeel van de wilg is wel dat hij wespen aantrekt. Afgelopen jaar was een heftig wespenjaar en ik had meerdere keren wespennesten in mijn wilgen. Dus let erop met kinderen. Vaak worden dit soort dingen ook gebouwd op schoolpleinen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar ja, als er vervolgens wespennesten in gaan zitten, net niet zo handig. Mocht je een niet levende schutting willen neerzetten, ja, er zijn zoveel manieren om iets moois te maken. Waarbij je dus kunt vlechten of wel rechte delen neerzetten. Weer planten doorheen kunt laten groeien. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden. Wat ik hiermee eigenlijk wil meegeven is dat het wel belangrijk is om te kijken naar, stel dat je toch voor een reguliere houten schutting zou gaan, dat je kijkt naar wat de herkomst is van die materialen en of het wel of niet verduurzaamd is. Verduurzaamd betekent in de praktijk helaas vaak dat het toch behandeld is met giftige stoffen. Alhoewel ik ook lees dat de laatste jaren er steeds meer verduurzaamd wordt met volgens mij verhitting en het inbrengen van, ik weet niet helemaal zeker meer of het nou vocht of zuurstof was, waardoor het wel langer houdbaar blijft zonder dat het behandeld is. Dus dat is wel iets om naar te kijken als je zoiets wilt neerzetten. Tot slot, we zijn er bijna. Tot slot heb ik nog een bloeiboog voor jullie gemaakt. Een oogstboog moet ik zeggen, van klein fruit. Het is natuurlijk hartstikke fijn als je uit je eigen tuin lekker kan oogsten. Ook voor jezelf en niet alleen voor de insecten. Daarvoor heb ik dit overzicht gemaakt. Wat ik net al zei, de honingbes is echt de eerste. Hele lekkere, zoete, blauwe vruchtjes. Absoluut een aanrader. Ik denk dat er in elke tuin wel een honingbes past. Nou is het wel zo, voor de bestuiving heb je er minstens twee nodig. En voor een grotere opbrengst liefst twee verschillende rassen. Rabarber. Rabarber is officieel geen fruit, maar ik tel hem wel mee. Rabarber is ook een ontzettend fijne plant, want dat blad kun je ook weer gebruiken om mee te mulchen. En ook de insecten zijn blij met rabarber. En hij is voor onszelf natuurlijk ontzettend lekker. Rabarber kun je tot de langste dag oogsten. Daarna wordt het afgeraden omdat hij dan andere stoffen zou aanmaken. Ik weet niet helemaal of dat klopt, maar dat is wat we in de praktijk wel vaak doen. Bij rabarber moet je ook niet alles afbreken en oogsten, omdat de plant dan te weinig energie heeft om het najaar en de winter in te komen. Dus laat altijd wel iets van de plant staan. Aardbeien. Aardbeien die oogsten wij meestal zo'n beetje in juni, soms juli. Hartstikke lekker. Wij hebben een ras wat eenmalig draagt, maar je hebt ook doordragende aardbeien. En die kun je dan een heel seizoen oogsten. Een goed ras daarvoor is bijvoorbeeld Ostara. Voor een dragende aardbei. De aardbeien maken natuurlijk ook weer uitlopers.
Die gaan ergens anders weer verder. Die gaan ook aan de wandel. Als je aardbeien ziet in een bos, dan weet je, nou, die schuiven ook weer op. Een bos wil gewoon altijd meebewegen. Die vindt het maar een beetje raar om op één plek te blijven staan. Dus die aardbeien gaan ook met je aan de wandel. Maar dat kan je prima bijhouden. Op een gegeven moment kun je ook weer nieuwe planten maken met die uitlopers. En de oude zullen na een paar jaar minder gaan produceren. Nou, mooie kringloop. Zo kan je dus eindeloos je aardbeienplanten blijven gebruiken. Zomerframboos. Een ontzettend lekker ras is Tulameen. Die zomerframboos geeft heel veel vruchten. En is ook een wandelaar. Maar als je hem goed snoeit, goed bijhoudt, dan is hij goed te hanteren. Hij zal niet je hele tuin overhoeken. De witte en de rode aalbes, die komen daarna. Dat is ook vaak zo juli, augustus. Eerder juli. En heerlijke vruchten kun je eindeloos van blijven oogsten. En vervolgens heb je de kruisbessen. Kruisbessen hebben vaak een beetje een negatieve naam. Mensen denken dat ze zuur zijn. Ik moet eerlijk zeggen, de kruisbessen bij mijn tuinderij zijn eigenlijk heel lekker zoet. Dat heeft misschien ook met de bemesting te maken of juist niet overbemesting. Ik zou zeker zeggen, ga het eens proberen. En er zijn ook doornloze kruisbessen planten. Dus mocht je geen stekels willen, dan kun je ook de doornloze kruisbes kopen. De Japanse wijnbes, dat is de volgende. Die maakt hele lekkere zoete vruchtjes, maar wel kleine vruchtjes. De opbrengst is niet zo heel erg groot. Het is een stekelige plant. Het is echt heel, heel naar om hem op te moeten binden, aan te moeten binden. Want de stekels blijven gewoon in je vingers hangen. En het is ook wel eentje die aan de wandel gaat. Dus eerlijk gezegd, ik heb hem voor de volledigheid ingezet. Ik vind hem niet heel, heel fantastisch. Zwarte bes. Ik zou bijna zeggen vergeten fruit. Weinig mensen die nog de zwarte bes kennen. Vinden mensen hem vaak ook te bitter. Nou, je kan hem ook verwerken tot jam. En de bramen. Ik heb eerder gezegd de bramen woekeraars, maar er zijn ook wat rassen, dat zijn de doornloze rassen, waarvan ik nu zie dat ze na 7 jaar nog steeds niet aan de wandel zijn gegaan. Dus ik geef ze toch een podium. En ook die bramen, die kun je bijvoorbeeld kopen bij Eetbaar Goed. Eetbaar Goed is sowieso een heel fijne kweker die uitsluitend met biologische producten werkt. En zoveel mogelijk grootvruchtige rassen aanbiedt. Dus ook in een kleine tuin, kleine plek, kun je toch een grootvruchtig iets neerzetten. Je zou bijvoorbeeld zelfs nog een walnoot neer kunnen zetten van Eetbaar Goed, die dan maar 3 meter wordt. Of een mini moerbei, ook maar 2,5 meter hoog, en toch kunnen oogsten. Dus dat is ook goed nieuws. Na de bramen komen de herfstframbozen. En tot slot de appelbessen. De appelbessen zijn zwarte vruchtjes die ook wat bitter zijn. Niet iedereen vindt ze lekker. Om ze rauw te eten zijn ze ook niet zo heel geschikt. Je kunt ze beter verwerken. En dan is het ook een hele waardevolle in je tuin. Naast deze planten zou ik vooral ook zeggen, kijk eens naar fruitbomen, notenbomen. Wat ik zei, je hebt dus grootvruchtige rassen die niet al te groot worden in je tuin. Dus een mini moerbei, ja, ik heb hem ook in mijn achtertuin staan. Omdat ik denk, het is leuk, een boom die maar 2,5 meter wordt en waar ik wel goed van kan oogsten en die er ook nog mooi uitziet. Prachtige plant, prachtige boom. Mocht je de ruimte hebben, ga dan eens kijken naar opvolging. Dus dat je ook een oogstboog voor jezelf maakt in het fruit van fruitbomen. Dat je de vroege appel hebt, dat je de bewaarappel hebt, dat je gaat inmaken, nou ja, wat je zo wilt, the sky is the limit. En voor het afstemmen van fruitbomen op elkaar is het wel goed om te weten dat bepaalde rassen elkaar heel goed bestuiven en andere rassen elkaar eigenlijk bijna niet. Als je daar meer over wilt weten, bij de fruitkweker De Batterijen, die zit in Ochten, op hun website staat een uitgebreide bestuivingslijst van bomen die met elkaar matchen. En tot slot wil ik jullie meegeven, als je nadenkt over een aanschaf van een fruit- of notenboom, is De Batterijen een hele goede, omdat een appelboom is niet meer zo natuurlijk als we van vroeger gewend zijn. Een appelboom staat bijna altijd op een onderstam. Hij is geënt.
En de onderstam zegt iets over de levensduur van een boom, maar ook over of die snel of traag groeit. En ook over hoe groot de boom wordt. En dat zijn wel belangrijke dingen om te weten voordat je dus een boom koopt. Dat je echt wel weet, wat gaat die onderstam doen? Want die bepaalt uiteindelijk wat die boom voor kwaliteiten heeft en hoe groot die wordt. En daar kunnen ze je alles over vertellen bij de batterijen. Ook bij andere kwekers trouwens. En probeer ook te kijken naar een boom die zo min mogelijk of niet gesnoeid is. Voor het snoeien, daar kan ik weer een hele les over geven. Maar snoeien doet groeien en bloeien, dat klopt. Maar de natuurlijke ontwikkeling van een boom, daar komt het snoeien eigenlijk niet in voor. Dus als dat niet hoeft, dan zou ik dat zeker niet doen. Zou ik voor een boom gaan die niet gesnoeid is. En het allerbeste zou nog zijn om gewoon een zaailing te kopen. Een boom die niet is geënt. Alleen weet je bij een zaailing nooit helemaal zeker hoe groot die wordt. En ook niet of de kwaliteiten zijn overgedragen van dat fruitras wat je nou net voor ogen hebt. Dus dat is altijd een verrassing. Maar dingen om over na te denken, om mee te nemen in je plan. Dit was eigenlijk wat ik jullie vandaag zo wilde vertellen. Het is natuurlijk een introductieles. Mocht je nou enthousiast zijn geworden, dit is de introductieles voor het online programma Zaai dat ik ontwikkeld heb. Het is een online programma dat je op je eigen tijd volgt. Het zijn 4 lessen. In die 4 lessen zoom ik veel meer in op het bodemleven. Hoe kun je dat bodemleven activeren? Wat doen die wormen nou precies? Maar ook voorbeelden van pioniersplanten, van groenbemesters. In het online programma zitten ook veel filmpjes. Dat je ook in beeld kunt zien wat een ontwikkeling is. Ook verschillende manieren van een moestuin aanleggen. Het neerzetten van een eetbare vaste plantentuin. Eigenlijk het hele pakket aan mogelijkheden om zo natuurlijk mogelijk een tuin neer te zetten. Dus mocht je daar interesse in hebben, dan kun je het online programma volgen. En daarnaast zijn er diverse praktijklesdagen. En die geef ik met name op de tuinderij in Joppe. Joppe ligt tussen Deventer en Zutphen. Omdat het zo fijn is, hè, je kan een hele hoop leren. Je kan een hele hoop overbrengen via een online programma of zoals we het nu doen. Het is prachtig dat het dan ook zo'n groot bereik heeft. Maar om het echt helemaal te voelen en te integreren en ook voor jezelf te kijken waar je nou naartoe wilt, is het gewoon heel fijn om echt in zo'n tuin te gaan zitten en te kijken wat het met je doet. Dus de praktijklesdagen die zijn op de Veldhof in Joppen.